Dus, nou ja, we kunnen dan misschien denken aan verlof. Nou, je zei met begeleiding, misschien is dat voor de eerste paar keren wel goed. En dat je daarna kan denken van, nou, ik kan ook even alleen in middag bellen. Ja. Maar goed, dat kunnen we nog bespreken en dat zien we dan. Ja. Ook zouden we ons richten, zeg maar, op dat hij zijn problemen kan analyseren en oplossen. Maar jij bent er al heel ver mee gekomen. Ja, 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 ja. We zitten natuurlijk 2 keer per week ben ik met hem in gesprek. Hij is nu wel steeds verder dat hij gewoon zelf onder woorden kan brengen wat er met hem gebeurd is vroeger. Zijn vader is natuurlijk heel jong overleden. Met zijn moeder heeft hij nooit echt heel veel contact gehad. Wat daaruit voort is gekomen is dus eigenlijk dat hij heel erg moeite heeft ook met zich aan mensen te binden. Je merkt dat nu natuurlijk dat hij ook met de bewoners eigenlijk heel weinig in contact komt. Hij is zich er wel van bewust en hij is wel willend om daaraan te gaan werken. En vandaar dus ook de activiteiten dat hij gewoon in contact komt met mensen en ziet dat mensen niet altijd uit zijn leven verdwijnen. En op die manier. Ja, heel goed.